Ik wou het even hebben over Roel Boomstra. Oké. Okay. Damme. Ik weet het. Ja. Die man is wereldkampioen geworden. Ik heb het gezien. Ik vond dat schitterend. Ik vind dat mooi, omdat dat toch... Damme is een beetje een provinciesport op een of andere manier. Ja. Ik ben ook een provinciale jongen. Dam jij? Nee, nee, helaas niet. Mijn vader damde wel, maar ik snapte er eigenlijk geen fluit van. maar ik vind het toch mooi. Ik vond die ambiance mooi. Ik vind die jongen mooi. Kijk, hier zien we hem, Roel Boomstra. He? 25 jaar nog maar. Die heeft zo hard nagedacht. Die is nu al een beetje grijs ook. Hè? Ja. Daar heb ik zelf ook last van. Maar wat ik zo mooi vond, was dat zijn moeder, Annemieke, die volgde dat op de voet. Die was daar steeds bij, maar die moeder, net zoals ik eigenlijk, die snapte er ook niet zo heel veel van. Tenminste, niet op dit niveau. En die vrouw was steeds aan het breien. Oh. Dat vond ik zo'n mooi beeld. Die vrouw was steeds aan het breien. Tijdverdrijf en nervositeit. Kijk hier, ze was steeds tijdens die wedstrijden. Om gewoon de nervositeit een beetje te verdrijven. Maar toen was ze op een gegeven moment klaar met die sjaal. En toen is hem weer uitgehaald. En toen is hij weer opnieuw gaan breien om maar wat te doen te hebben. Kijk, en die vrouw was zo aan het breien. Ik heb even gebeld met mensen van RTV Drenthe hè, vanmiddag. Die zeiden, ze heeft zoveel gebreid, ze had zaterdagavond een breiblessure. En hier is die wereldkampioen. Kijk, en hier geeft ze hem die sjaal. Ja. Dit is toch schitterend. En let op wat ze hier doet. Hier zegt ze nu eigenlijk ook nog... Sorry dat hij niet helemaal netjes is afgewerkt. Ja. Dat vind ik zo mooi. Hoe heet ze nou? Annemiek? Annemieke. En hij heet Roel Boomstra, ja. Wereldkampioen Damme.